Kleine Dree volledig uit beeld bij André. Monique leek tijdens hun vakantie op Curaçao al te hinten op een nieuwe stap in hun leven, maar nu lijkt de kogel door de kerk. Kleine Dree wordt steeds vaker onherkenbaar in beeld gebracht. Want waar hun zoontje eerst altijd gewoon was te bewonderen op de social media-kanalen van hen beiden, lijkt een verandering te zijn doorgezet. Het mannetje is namelijk vaker niet dan wel met zijn gezichtje in beeld. Emoji, zo schermt André hem regelmatig af met een sticker of emotie. Ook blurde de zanger zijn kleine vent al eerder, eveneens Monique deze nieuwe regels toe, of laat bewust train niet in de camera kijken. Regelmatig is alleen zijn rug of de zijkant van zijn gezichtje te zien bij Westerberg. Is er toch besloten om hun zoontje wat privacy te geven na al eerder ontstaande ophef? Relatie André en Monique waren sinds 2014 in stel in het prille begin. Reed André al eens een scheve schaats met Bridget op de bruiloft van Patty Bart. In oktober 2016 werden ze ouders van kleine Dre. In de zomer van 2018 namen ze al eens een relatiepauze die ongeveer een maand duurde. Afgelopen november lieten zij opnieuw weten uit elkaar te zijn. Nog diezelfde dag maakte Monique bekend dat André gevoelens had voor een andere vrouw. Waarna André de volgende dag bekend maakte dat dat de 20 jaar oudere Bridget, 45, betrof. Breuk nummer 2. De relatie met Bridget was van korte duur. Op 17 februari werd bekend dat zij en André een eind aan hun relatie hebben gemaakt nadat ze drie maanden samen waren. Dat gebeurde vlak na de terugkeer van een vakantie op Curaçao, waar André ook enkele dagen doorbracht met zijn ex-Monique en hun zoontje. Geruchten dat de relatie voorbij was ontstonden op Valentijnsdag toen de twee geen liefdevolle berichten over elkaar deelden op sociale media. Het stel deelde daarvoor achter elkaar verliefde foto's van en met elkaar, het was nog net geen spam te noemen. Uiteindelijk bleek dat André ook daadwerkelijk zijn spullen op 14 februari heeft opgehaald uit Bridget's huis. Overspel en losse handjes tijdens de Curaçao vakantie ontstonden er al geruchten dat André en Monique het weer stukken beter met elkaar konden vinden. Zo werden de twee veelvuldig samen gespot en zijn ze zelfs gefilmd toen ze samen uit hetzelfde toiletgebouw op een strand kwamen. André en Monique zouden zelfs betrapt zijn op een hotelkamer, waarna Bridget verhaal ging halen en er klappen zouden zijn uitgedeeld. Na bekendmaking van de breuk liet Bridget weten dat er op Curaçao niets gebeurd was en dat ze niets afwist van overspel tussen de twee oudgeliefden. Ook Monique en André ontkenden iets dat met de kennis van nu uiteraard toch wel te betwijfelen valt. Tripping. Push came to shove. I don't really want to talk about the things. All I say is why you trippin' tripping for. She's just a friend. I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.